En welkom bij weer een nieuwe product update. En wel nummer 76. We hadden niet afgesproken. Okay. Ja, daar zijn we weer. Met een hoop spulletjes. Zie je daar een hele nieuwe, heb je daar staan? Een groot ding, maar nee. Ja, René, heb je wel eens gehoord van penetratie? Ja. Nou, ik zal je even laten zien. Ik heb hier namelijk een plaatje. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen, hè? Een koker. Oh, dat is nu wat anders. Oké, okay. Ja. Dan zet ik even hier overheen. Aan twee... Oké. Ja. Dat was een grapje. Aan twee plaatjes, die mag je even controleren. Oh, een staal. Staal, ja. Of is dat kunststof wat ze gecoverd hebben met staal? Zo kunnen. Lijkt me ingewikkeld als het maar heel komen. Ik zou het makkelijker doen. Twee plaatjes, die gaan hier doorheen. Ja, daar kan niks doorheen. En ik heb hier een blok. Ja. Die blok gaat hierin. En nu gaat het gebeuren, nee, let goed op. Oké. Okay. Zal je eerst de dop erop doen? Je ziet hem ook zitten hier. Dop. De dop, ja, deksel. Kijk zo. En nu gaat het gebeuren, als je goed kijkt, dan zie je namelijk dat die plaat zo door de eerste plaat heen smelt. De blokken door de eerste plaat, dat is een beetje vreemd. Je ziet het blok gewoon zelfs nog hier. Ja, oké, okay, bovenop okay. De andere plaat liggen. Gaat er nou nog een keer heen? Huh? Je kunt echt zien dat dit van staan is. Maar, nee. En dat is de Block True Plate. Zegt dat goed? Heel mooi. €105. €105. Goed gemaakt. Makkelijk te doen. Ja. Ja, hè? Ja, ja echt. Ja. Want Leon zei, dat is een nieuw, ja. Hoe moet die? Zo. Oké. Okay. Nou, Leon doet hem ook meteen. Normaal oefenen, Roy te oefenen. Maar dat wil er hier nog wel eens bij inschieten. Ik kom er zo meteen nog op terug. Ja, mooi hoor. Goed gemaakt. Alles kunststof. Behalve dan de platen. Ja. Dus je hebt geen, gaat geen verf van af. Het is allemaal beplakt. Niet bang te zijn voor beschadigingen op dat gebied. Hey, ik heb ook iets grappigs. Er was gisteren een meneer in de winkel en die had het over Tenjo spulletjes. En toen zei ik, oh, we hebben nog een heleboel, die vroeg dan of nieuwe Tenjo spullen er al waren. Nee, die komen. Kijk, we hebben ook een heleboel oude Tenjo's. Daar liet ik er gewoon een paar zien. Toen liet ik deze zien, toen dacht ik, volgens mij hebben die in een update ook nog niet laten zien. Dus ik denk, waarom niet? Ja, wat is dit? Een bodemplaatje. Een sleutelgat zeg maar in een plaatje. Alles mag kijk maar gerust. Ja. Als je klaar bent, mag je hem hier inzetten in het sleufje aan de voorkant. Zeg maar. Ja, de voorkant. Ik kies even de sleufjes. Check deze ook even. Mag ik er ook inzetten? Oh, wacht, er ook meer trouwens. We hebben ook een kettingje. Mag je ook onderzoeken. Je hoeft niet elke schakel apart te onderzoeken. Goed, ja? Ja, prima. Kettingje laten we. Hier eens invallen. Sleutel. Zou jij de sleutel in het sleutelgat willen steken? Dus helemaal erdoor, zeg maar. Dan mag je een beetje draaien. Dan is de kans het kleinste dat hij terug eruit valt. Ja, super. Oké. Okay. Heel goed. Penetratie, hè? Ja. Zou je nu heel voorzichtig dit kettingje willen vastpakken en dit kettingje willen vastpakken? En even alles optillen. Gewoon voorzichtig, dat het niet allemaal uit elkaar valt. Gewoon optillen. Til maar op. Is geen truc, het is logica. Je tilt met een ketting een sleutel op die in een slot zet. Goed, hè? Oké. Okay. Zijn we op manier. Ja, oké. Okay. Dat wil zeggen dat die ketting zit nu onder de sleutel, maar let op. 1, 2, 3, kijk. En je trekt de ketting dwars door de sleutel heen. Kijk, ik laat zien ook boven op de camera als het kan. De sleutel zit er echt nog gewoon in, zie je. Ik vind dat toch vreemd, niet? Toch? Het is eigenlijk een soort van sleutel die zichzelf telkens kan bevrijden. Daar houdt en je kunt zelfs zo'n. Kijk, hoe was het ook alweer? Als je twee plaatjes pakt, kun je ook de sleutel erop leggen. Dan kun je de ketting daar helemaal zo omheen wikkelen, zeg maar. Mag jij de twee uiteindjes van de ketting beneden vastpakken? Ja, oké. Okay. Voor duidelijkheid, die sleutel is helemaal gevangen nu. Hier, zie je, kun je ook zien. Ik ga boven de camera, kun je duidelijk zien. Ja. Let op, mag jij aan de ketting trekken? 1, 2, 3. Oké, okay. Ja, dat was niet de bedoeling, maar goed. Hij gaat er doorheen. Hij gaat er echt doorheen. Het is dus niet dat hij daar moet vast en dat hij ergens ontsnapt. Ik had de sleutel misschien ook moeten vasthouden.
Ja, dat is allemaal mogelijk met Magical Door van Tenjo. Het kost 37,50. Maar omdat we nog een heleboel hebben, en omdat ik eigenlijk een dag om die te laten zien, maken we die tijdelijk €25. Dus een strak prijs voor een goed dingetje. Ook gemakkelijk te doen. Ik zelf vind de eerste voor de twee trucs het mooiste, gewoon die penetratie gaan we heen. Tweede vind ik niet zo, maar dat is smaakgevoelig. Je kan het allebei doen. Dat is inclusief duidelijke gebruiksaanwijzing met heel veel tekeningen en alles wat je nodig hebt. Ik zal laten zien hoe het eruit ziet. Magical Door. En van Tenjo Magic. Ja. Mooi dingetje. Ja, dat is dat. Hey, even denken. Ja. Ik heb hier een boek. Kijk er even of het een normaal boek is. Ja. Ja. Dat heb je snel gedaan, maar het is echt een normaal boek. Lekker weer neer. Oké. Jij hebt het boek nog niet ingekeken? Ja, heel even na. Ja, oké. Ik zou je kunnen vragen, bijvoorbeeld. Zeg stop. Zou ik kunnen vals spelen? Is zo. Goochelaars die dat weten, die vaak iets hebben gedaan, weten dat je kunt vals spelen. We gaan het anders doen. Ik vraag jou om zometeen. Weet je wat? Ik pak mijn stift erbij. Stift. Om een pagina. Zo. Zou jij een pagina nummer willen kiezen? Even kijken, hoeveel pagina nummers erin staan. Ik weet niet hoeveel pagina's dat het boek heeft. 250. Ja, ja. Okay. Dat is onder 250. Maakt niet uit. Niet te laag, niet te hoog, of maakt het allemaal niet uit. Nee, maakt niet uit. Doe maar 198. 198. Ja, oké, 198. Ik zal het opschrijven. Zo, 198. Oké. Je hebt een aantal regels in een boek. Dus zo, ik weet niet hoeveel zijn, zeg 25 per pagina. Welke regel wil je hebben? Doe maar nummer 8. Doe maar. 8. Ja. Heb je reden voor? Nee. Lievelingsgetal. Oh, lievelingsgetal. Oh, de meeste mensen hebben 7, maar jij hebt 8. Oké. Okay. Tot oneindige getal. Oké. Dan heb je op elke regel heb je ook woorden. Het hoeveelste woord op de regel wil jij kiezen? Nou, ik zou ik weet niet of het midden is. Ik zou nummer 9 pakken, denk ik. Woord nummer 9. Ja. 9. Daar ben ik trouwens wel een beetje een zootje van maken, sorry. Doe even anders wat ik heb. Jezus, dit gaat niet worden. Doe even anders. Wat zijn we? 198 had je. Regel 8. Woord nummer 9, dat zei je net. Dat zei je net, oké, 9. Dan krijg ik even een bremen, wacht even hoor. Je ziet de vraag niet af, wat doet hij allemaal? Dat zal ik zo meteen even laten zien. Ik ga even wat dit doen. Dit heb jij zo net gekozen, voor duidelijkheid, hè? Oké. Je denkt, wat heeft hij net allemaal zitten schrijven? Nou, dat heeft de reden, zo meteen zul je dat zien. Ik zou je willen vragen om even pagina 198 op te zoeken in het boek. Ja. Dus. Ik ga het nog mooier even bevouwen. Dat het nog mooier raakt. Je ziet zo meteen waarom. Oké, de achtste regel. Van boven zeg maar tellen, de achtste regel. Ja, je moet even goed tellen. Ja, doe maar eens. Ja. En dan het negende woord. Ik hoop dat er 9 woorden op staan, die regel. Ja. Ken je het woord? Is het een beetje een normaal woord? Ja. Wat kan het ook even de camera laten zien misschien? Ja, kan je dat laten zien? Ja, mag je het helemaal niet zien? Nee, anders. Wat is het woord? Oké, mag ik het ook zeggen, dan kun je het laten zien tegelijkertijd. While. While. Kun je het laten zien boven op de camera? Kan dat? Enigszins? Weet je? Ja, dat is misschien lastig, want het wordt donker daar. Oké. Voor de mensen die gaan tellen nu, je kunt het beeld stil zetten, kun je tellen. Oké.
While, zeg jij. Oh, ik had een heel andere voorspelling. Ik had namelijk voorspeld dit. 369-120. Daar kwam hij mee op. Maar ik weet niet wat dat met while te maken heeft. 369. Het boek heeft helemaal geen 369 pagina's. Toch? Nee, er waren er 250, dacht ik. Ja, maar ik heb het ook niet over dat boek. Ik heb hier een woordenboek, ligt hier al de hele tijd. Zou je het even willen pakken, het woordenboek? Kijk even op het woordenboek, bladzijde 369. 300, hoe? Even kijken de nummers. Aan de binnenkant van de... 369. Oh, meteen goed, bijna. De eerste kolom, dat is de eerste kolom. Ja. En de 20ste regel. Niet de 20ste woord, de 20ste regel. Ja, we hebben wat te doen vandaag. Ja, heb eens. En dan kom je uit bij... While. While, kun je laten zien het boven, kun je het zien is? Kom je uit bij het woord while. Overigens wist ik natuurlijk dat jij wow gekozen had. Kijk, want dat had ik ook opgeschreven, maar ik heb het woord while. Oké, hoe gaan we dit uitleggen? Gaan we het proberen. Dit is Zodiac van Theory 11. Op verzoek van klanten zei je, heb je Zodiac? Ik zeg, nee, nou, ik wil er best even naar kijken. Hebben we dit besteld. Het is heel tof, we hebben er echt wel een flink aantal ook. Ja, je denkt, waarom zit hij nou na te denken? Omdat je een aantal mogelijkheden hebt. Allereerst beginnen we met dit. Je kan, dit is een normaal boek. Normaal Engelstalig boek, paperback gewoon te bestellen, bijvoorbeeld bij Amazon.com. Nou, je kan er nog 10 of 11 of 12 verschillende boeken bij kopen. Ook gewoon op Amazon, bepaalde titels. En dan kun je gewoon een stapel boeken neerleggen. Je kan ook met 1 boek, 2 boeken, 3 boeken. Maar ook met 13 boeken zeg je, pak maar een boek. Hey, dus je weet niet welk boek dat ze gaan pakken. Dus we hadden hier nou meerdere kunnen leveren. Ja, maar je krijgt 1 boek bij de set. Met andere boeken, normale boeken, kun je gewoon ergens anders kopen en toevoegen als je dat wil. Vandaar dat er niet 13 boeken bij zitten. Zou de prijs ook veel hoger worden. Dus je kunt dan eerst zeggen, van, pak een willekeurig boek. Nou, jij had dat uitgekozen. Dan noem jij paginanummer, regelnummer, woord. En dan kun jij, als je wil, meteen zeggen. Kan ook als je zegt, while. Bijvoorbeeld in dit geval. Mm-hmm. Of natuurlijk een ander woord ook. Want je weet nooit van tevoren wat het woord is. Altijd een ander woord. Uniek woord. Het is geen speciaal boek. Dus dat doet het, maakt het helemaal speciaal. Of je voorspelt inderdaad de gekke codes. En dan kom je uit op het woordenboek. En het gave is dat je eigenlijk het woordenboek moet laten opzoeken. Voordat je dit laat opzoeken. Is nog mooier. Dan zeg je het woord while. En dan zeg je oké, wat hadden jullie ook alweer gezegd? 198, 8 en 9. En dan laat je dit opzoeken. Of je hebt 2 toeschouwers. Ik vind dat persoonlijk sterker. Ja, dus ik deed ook dat je dan zegt dat woord. Maar dat is een andere versie dan die we nu hebben laten zien. Ja, maar dan ga ik ook even. Nou, dit kan met allebei. Maar je zag mij dat schrijven in deze schrijfblok waar je het voorspelling op maakt. Dat is 1 manier. Het kan ook zonder deze blok. En als je het zonder de blok doet, dan. Dan gaat het iets anders. Dan krijg je ongeveer dit. Puur voor het idee. Dan zeg je, pak even mijn telefoon erbij. En zeg je, oké, je hebt pagina 198. 198, je hebt 8 en 9. Maar dan zeg je eigenlijk, hoe groot zou de kans zijn dat ik een woord zou kunnen goed raden? Los van deze getallen, zeg je dan. Hoeveel pagina's zitten erin? 250, zeg je nou. 250 keer hoeveel regels? Keer 25 regels. Keer 10 woorden. Kom misschien wel op 3 miljoen woorden uit. Hey, hoe groot is die kans? Hè? Wegtelefoon. En dan zeg je, oké, je hebt zelf een woord opgenoemd en alles. En dan zeg jij het woord. Weet ik veel, of deze gegevens. En dan zeg jij, dat is het woord. While. Dat kan bijvoorbeeld ook. Dus dan heb je geen groot schrijfblok nodig. Maar dan doe je een soort van kansberekening om te laten zien hoe moeilijk het is om een woord te raden. En dan weet je het ook. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Helemaal aan te passen naar je eigen stijl. Mm-hmm. En ik vind die persoonlijk ook het sterkste. Ja, die is het sterkste. En dit boek zit er trouwens ook bij, het woordenboek. Ja, je krijgt dat. Je krijgt schrijfblokken bij. Je krijgt een hele blok erbij. Deze nog. Met navulblaadjes. Dus die kun je gewoon, als je blaadjes opraakt, kun je die erin plaatsen. En ik moet erbij zeggen, had ik het over een telefoon die ik even gebruikte. Je moet een Android of iPhone hebben voor dit effect. Moet ik erbij zeggen.
Je hoeft verder geen geld uit te geven aan gekke dingen, aan apps of wat dan ook. Maar je moet misschien nog één dingetje om te zeggen. Ja? Ik weet niet of ik er veel vertel. Internet is ook belangrijk. Ja, en internetverbinding. Ja, is ook goed. Die heb je ook nodig op je telefoon. Maar voor de rest, heel gaaf. Als je Oprah Winfrey show hebt gezien met David Copperfield, hij gebruikte dit. Heb je Penn & Teller Foolers gezien met Spidey? Hij gebruikte dit. Dat is ook van Spidey een idee. Ja, echt heel cool. Je moet het zelf in je eigen jasje gieten. Kijk, wij laten hier nu zo zien. Dit is het effect natuurlijk heel anders. En het was ook voor het eerst dat ik het echt deed. Behalve hier in de winkel een paar keer. Dus dit moet ook eens een effect wat erin moet werken. Waar je moet uitschrijven, waar je script bij moet maken. En dan is het een heel gaaf effect. Genoeg over Zodiac. Zodiac kost... 99 euro. 99 euro. Maar het is wel helemaal waard. Dat ook. Alright. De vraag is... Hebben wij nog iets moois? Ja, jazeker, René. Heel moois. Eigenlijk iets heel moois. Ik heb hier een doosje. Heel mooi. Ik heb hier een ring. Oeh, dat is wel een hele mooie ring. Ik heb hier een voetstuk, zou ik maar zeggen. Ja. Er zit ook verder niks onder. Mm-hmm. Er is niks speciaal verder. Oké. Ik heb hier een mysterieus doosje, zullen we maar even noemen. En een glazen box voor de bovenop. Mm-hmm. Er was dus een koning, René. Er was dus een koning, ja. En die koning had een ring gekocht voor zijn vrouw. Voor de koningin dus. Mm-hmm. Maar, die vonden de ring zo mooi, en ze wou hem niet continu omhouden, dat ze hem in een houder hadden gezet in de kamer. Mm-hmm. En daar... Veilig opgeborgen, ja, zeg maar. Ja, veilig opgeborgen. En ja. Zo kan er geen stof bij komen en zo. Alleen Slemmerik die doet nu dit. Tadadadada. Hallo ring. Ja, dat bedoel ik. Daarom heb ik hier een magisch stokje. Dit doosje gaat hier overheen. Ik zal het even laten zien. Zo. Ja. Het stokje kan hier namelijk doorheen. En als je het stokje er namelijk doorheen doet, René. Dan kan niemand dat doosje openmaken. Nee, daar heb je een punt. Want in principe als je er doorheen zit, dan heb je, kun je het niet aan. Snap ik. Daarom. Maar af en toe gingen ze natuurlijk naar feestjes toe en partijen. Uh-huh. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben het stokje eruit gehaald. Namen ze niet mee naar het feestje? Die namen ze niet mee naar het feestje, maar ze hebben iets degelijkers gemaakt. Voordat er dieven en criminelen niet bij konden. Uh-huh. Dus, kistje, doe ik even eraf. Uh-huh. Ging ze er nog steeds in. Ik zal hem weer even opzetten. Zo. En dan hebben we hier namelijk een mooi... doosje, niks speciaals mee, alleen de klep hierboven. Ziet er hetzelfde uit als deze eigenlijk, ja, maar volgens mij niet doorzichtig. Ja. Die zet u hier namelijk overheen. En dit is natuurlijk degelijker gemaakt dan glas, dus kunnen ze niet zomaar kapot slaan. En als beveiliging hadden ze het stokje namelijk, en dat stokje konden ze dan zo... door. Ja, ik zie hem komen. En je zou er eventueel nog twee sloten op kunnen zetten, maar dat hebben ze niet gedaan. Dit vonden ze al veilig genoeg. Maar op een gegeven moment wou ze natuurlijk, toen ze terug waren, even kijken of de ring er nog was. En wat bleek? Ik zit nog steeds in een doosje. En die stokken al zitten er doorheen. Maar wat bleek, ik zal het even laten zien, dat de ring namelijk was verdwenen. Maar wat bleek, die ring die was niet verdwenen. Die ring, zat aan vast aan de rokerstok. Heel mooi. Nice. En dat is... The Ring Escape. Ja, The Ring Escape. Originele naam ook. Komt ook in een heel mooi doosje. Ja, dit is een van, van de dingen gemaakt door Holland Magic Studio. Holland Magic Studio maakt kwalitatief hele goede effecten. Mooiste materialen, beste gereedschappen, mooiste afwerking ook. En dan krijg je dit soort een oud effect, maar dan helemaal in een nieuw jasje, moet ik zeggen. Een strak modern jasje gemaakt. En het is schitterend. Dit is de uitvoering, de Chinese uitvoering, zoals we het noemen, of de Oosterse uitvoering, net genoemd. Ik heb hier, ik kan het laten zien,
hebben exact hetzelfde in het doosje. Hier zit het schermfolie in, die laat ik even lekker zitten. Ook met een kluis. Dus exact hetzelfde, behalve. Dit is een kluis, dit is een rode kokerman. Ja, het stokje is ook hetzelfde. Het stokje is ook hetzelfde. En ik zal het ook laten zien dan. En bij deze is de ring. Is iets anders. Zie, het is meer een trouwringachtig iets. En dat is echt een. Ja, past een beetje bij het Oosterse gebeuren, zeg maar. Dus voor de rest helemaal hetzelfde. En het past inderdaad allemaal mooi. Oh, zo. Passen allemaal mooi in een speciaal houten kistje wat daarvoor gemaakt is. Zo. Kijk. Prima. Dat past allemaal mooi in. Ring Escape krijg je compleet met instructievideo. Het is een verzamelaars item zeg ik erbij. Je mag het natuurlijk gewoon gebruiken op de hoogte. Laten ze dat niet daar verwarring krijgen. En kost €325 per stuk. Dus niet voor allebei. En we hebben dus de gewone uitvoering en de Chinese uitvoering. Ja, ik vind dat echt een waanzinnig tof ding. Ja, het is gewoon heel simpel. Dan heb ik hier toevallig een stukje flashpapier. Een stukje flashpapier. Gebruik je wel flashpapier? Eerlijk gezegd niet, maar dat moeten we wel eens gaan doen, want vuur is altijd... Ja, ik wil zeggen, vuur is op zich wel cool op zich. Dus op zich niks. Goedemorgen. Oké. Okay. Wat was dat, zou je denken? Nou, dit was de Wonder Igniter. Nou, dan heb ik die meteen gaatje in de mat gebrand, zie ik. Nou, daar blijf ik er zo meteen vanaf. De Wonder Igniter, ik laat even zien wat het is. Dit is de Wonder Igniter. Zo. Het is een ontstekingsmechanisme met batterij hier. Een riool, dus die kan zeg maar blokkeren, die kan weer oprollen. Dit schiet normaal in je jas, zeg ik er even bij. En hier tussen zit een gloeidraad, hier zit een 9 volt batterij in. Hier zit een gloeidraad tussen. En alles wat je daartussen steekt van flashmateriaal, watten of papier of wat dan ook. Op het moment dat je hier op het knopje drukt, gaat een gloeidraadje gloeien. En dus, dat ding zit een houder bij, ik zal laten zien. Erbij, waarbij je hem ergens kunt bevestigen. Kastje. Dat zit dus ergens vast. En dit ding schiet in je jas. Of in je mouw kan ook als je dat wil. Kan je dit kastje om je arm doen en schiet het hele ding schiet in je mouw. Daarnaast zit er ook een afstandsbediening bij. Dus stel nou voor dat jij dit dingetje ergens neerlegt. En je gebruikt dit deel van ontsteking om iets anders te laten ontsteken. In een kist, in een... Weet ik veel, bakje in een kooi. Dan kun je met de afstandsbediening op afstand iets laten ontsteken. Dus dat kan ook. Dus het hoeft niet per se in de handen. En dat is het ook weer. Wat ik dus net gebruikte. Sorry, droge keel. Was een stukje flashpapier had ik ertussen zitten. En een klein plukje flashwatten met vonkenpoeder. Nou, heel mooi. Dat zie je ook voor het effect. Niet slim boven een klusmaat krijg je dit. Dat is geen wereldramp. Ja, dus die mat is nu gewoon om zeep. Nou ja, we kunnen het gewoon gebruiken, maar het is natuurlijk niet meer zo mooi. Maar normaal gebruik je zoiets ook niet boven je klushebbad. In ieder geval niet boven een rode. Wonder Igniter kost €55. Nou, nogmaals, werkt op een 9 volt batterij. Geen oplaadbare dingen, lekker veilig. Daar bedoel ik mee, is je batterij leeg vervangen en het doet het altijd weer. Dus geen gedoe met lang niet opgeladen, accu is dood, dat soort verhalen. Dus de Wonder Igniter. Ja, je moet de toepassing ervoor zien. Dus, ja, vuurdingetjes verkopen over het algemeen heel goed. Eigenlijk een toneeldingetje toch? Ja, ik zou niet direct een stuk gebruiken. Al kun je natuurlijk beginnen met een stukje flashpapier en je hebt bijvoorbeeld een munt. Kan hè? Er is precies niks mis mee. Ja, Wonder Igniter. Hebben we nog meer, Leon? Spelletje kaarten. Oh, hebben wij spellen kaarten? Ja. De High Victorian kaarten. Hey, Victorian kaarten. Victorian. Hey, hebben jullie die toch al gehad? Nee, hè? Maar dan twijfel ik zie je. Ik durf het even niet meer te zeggen. En anders hebben we hem nog een keer. Mooie kaarten, mooie achterkantjes. Van Tier 11. Nee, volgens mij heb ik die niet gehad. Nee, toch. We gaan wel gek aan worden hier. We hebben ze op laatst maar erbij gegrabbeld, maar... De Jokers. Even de plaatjeskaarten laten zien. Kijk. Heel apart, echt Tier 11 stijl ook hoor. Heel tof wel. Hop. Kijk. Ja. Ja, heel mooi. Ace of Diamonds staat ook gewoon echt opgeschreven. Zie, Ace of Clubs staat echt wel. Ja, mooi. Ja. Doosje ook, weer helemaal 3D embossed.
Hier zit het label, moet ik even bijzeggen, het zegel eigenlijk, dat zit normaal. Ik had hier even opgeplakt, ik wil dat niet weggooien. Ook niet stuk maken, nou dat maakt niet stuk. Dit zit normaal dus uiteraard over de opening heen. Laat ik even hier opgeplakt. En ook de binnenkant van het doosje, kijk, het is gewoon schitterend mooi met folie. Goudkleurfolie bedrukt. Ja, mooi hoor. Ligt ook fijn in de hand, vond ik. Dus, Ja, Material 11 heeft over het algemeen kwalitatief gewoon hele goede kaart. Mooie kaartspellen ook. Laat ik zo zeggen, stijlvol. Ze hebben niet van die bloeddorstige zombie killer blood toestanden. Allemaal wel mooie dingen, zeg maar. En die ja. Kosten? €11,50 per spel. Dus dat is ook oké. Okay. Het is al... De winkel gaat bijna open, want ik niet voor openingstijd. Hoe vinden jullie nou trouwens mijn nieuwe horloge? Nee, mooi ding. Made in France. Ja, sinds gisteren. Ja, sinds gisteren. Waarom? Dit is geen normale horloge. Dit is de allernieuwste Watch IT. Watch IT? Ja. Je kent de Tarantula misschien, je kent de Spiderpen misschien, je kent de andere reeltjes. Je kunt vergelijken dat gewoon de Spiderpen of Tarantula hier ingebouwd zit. Dat is eigenlijk het idee. Het is een James Bond gadget. Het is een vette James Bond gadget. Dat betekent als je horloge draagt zoals nu, die nu gewoon 5 voor 10 aangeeft, wat het nu ook echt is hier. Heb je gewoon alles bij de hand. Nou, ik ga hem even afdoen. Waarom? Dan kan ik even laten, een beetje beter laten zien. Ze heeft echt een mooie leren bandje eraan. Het is echt wel een kwalitatief goed horloge. Heel belangrijk is dat het een echt horloge is. Dat betekent... Hij doet het gewoon. Je kunt zien hoe laat het is. Dat is bij niet alle horloges het geval. En dit horloge, ik ga geen trucs laten zien. Waarom? Dan weten mensen die verder geen interesse in hier hebben ook niet meteen hoe alles werkt. Maar ik laat wel zien wat er in het horloge zit. Dat wil zeggen, er zit een mooie ring op. En die ring is normaal voor dingen in te stellen. Is niet ook het geval, maar nu op een andere manier. Hij staat nu, hierboven staat een off-tekentje. Dat betekent dat hij nu uit staat. Dus dat hij niks doet. In dit horloge zit namelijk gebouwd een Invisible Thread Wheel. Nou, je ziet hem nu niks zien. Je ziet hier nu alleen een bolletje liggen. Zie je? En als ik het horloge nu op aanzet, dan zie je dat het bolletje teruggaat. Dat betekent, er zit hier een spoel in, een spiderspoel. Daar kun je gewoon al je trucs mee doen. Je kunt het stelen wat je nodig hebt, het bolletje. Je doet je trucs, je laat dingen zweven, bewegen, rollen, weet ik wat. Maar er is geen spiderspoel die erin zit, hoor. Het is een spiderspoel. Ja? Spiderspoel. Ja. En als je hem daarna uit wil zetten, want nu staat de motor continu op. Oprollen, dat betekent, als ik de draad pak en ik doe het, ik heb de truc gedaan, maar wat ik veel, ik laat hem los, hup, gaat hij weer terug. Overigens kun je die spanning daarvan ook instellen. Als je zegt, nou ik wil niet dat hij zo snel teruggaat, of ik wil meer spanning op het draad, kun je allemaal instellen. Optie 1, hè? Dan heb je optie 2. Optie 2 is uit, dan doet hij gewoon niks, dus dan kun je al draad pakken, maar dan gebeurt er niks, dus dat kun je ook voor dingen gebruiken. En optie 3 is dit, is toggle. Nou zeg je nu, wat deed hij nou? Niks eigenlijk. Nou, ik zal dit doen, zo, zie je. Oh, sorry. Zo. Normaal moet je hem omhebben. Ja, je moet hem omhebben normaal. Kijk, zo doet hij niks. Zo rolt hij op. Dus als je hem om je arm hebt, en je hebt je arm zo, dus het horloge gaat zo mee. Er gebeurt er niks. Doe je dit, rolt die draad terug op. Dus ja, dat kun je ook weer. Dus stel je legt een voorwerp neer, een pen, en je concentreert je en je doet dit. Dan begint de pilbaar te rollen. Draai je hand weer terug, stopt hij met rollen. Ga je weer terug, gaat hij weer rollen. En zo schakel je. Mm-hmm. De schakelaar die erin zit, een read switch, die daartussen schakelt. Nou, en op het einde zet je hem gewoon, als niemand kijkt, zet je hem gewoon weer uit. En je batterijen staan gewoon echt uit. Kan er niks gebeuren, zeg maar. Of niks gebeuren, kost het jou geen batterijen. En het bolletje wax zit gewoon tegen de zijkant aan. Nou, het is gewoon, ja, als je een beetje mooier plaatst, lijkt het gewoon een knopje op je horloge, zeg maar. Nou, dit is exclusief bij Dynamite Magic Shop in Nederland. Mocht je eens willen vervangen, is gewoon de achterkant. Kun je gewoon eraf draaien. Ik zal het een stukje kijken. Kun je afdraaien. Hop, hop, hop. Gewoon. Spider spoelt op een pinnetje. Is gewoon. Hup, spoeltje erop. Erin leggen. Wat ook belangrijk is om te zeggen. Dit is geen goedkoop horloge. Dit is echt een speciaal gemaakt horloge. Ja. En die is gemaakt in Frankrijk. Ja, dat was dus geen Chinese rommel ook. En we hebben een hele strakke prijs. Adviesprijs €160. Oké, wij hebben hem voor €149. Een heel tof ding. Check even de filmpjes. Overigens, op de filmpjes of het filmpje dat erbij staat, is niks bewust weggelaten. Je ziet gewoon dat hij dingen prepareert. Maar het is gewoon om te laten zien dat je het allemaal on the fly, of on the spot, zoals we noemen, kunt doen. Dus ik heb nu al niks mee gedaan ook. Heeft ook een reden. Omdat ik ik gebruik dat Tarantula in mijn rechterhand.
dit zit op mijn linkerarm, dus als ik dit nu zou gaan gebruiken, zou ik even alles moeten omdraaien. En ik was bang dat dat niet dan goed uit zou komen, zeg maar. Misschien een rare vraag, hè? Ja. Dit is dus voor rechtshandigen, maar stel voor als iemand die is linkshandig wil hem hebben, kunnen we ook een linkshandig gaan? Ja? Ik denk niet, dan zou ze alles anders om moeten maken. Dat is wel een vraag. De uitgang zit nu hier, dus als je het hier zit, komt er hier uit. Maar, misschien kan het, maar dan zouden ze alles moeten omdraaien. Misschien kan het wel, dat zouden we altijd kunnen vragen. Dus dit is de Watch IT. Je krijgt een mooi doosje. Je krijgt overigens een hoop extra batterijen bij ook. Instructie-DVD in het Frans en Engels. Dus je krijgt alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. Echt een heel, heel vet gadget. Ik bedoel, Tarantula moet je in je zak stoppen om mee te nemen. Met het risico dat hij kapot gaat, kwijtraakt, dat soort gekke dingen. Dit, je doet hem gewoon om. En als je ergens een kans ziet, je steelt je draadje en je doet hetgeen wat je moet doen. Heel cool. Watch IT. Niet high IT, Watch IT. Dat is iets anders. Wist jij trouwens hoe ik ben gaan goochelen? Nou, toen was je nog heel klein, denk ik. Ja. Ik ga nu een verhaal vertellen wat niet waar is. Weet je hoe ik heb leren goochelen? Ik denk door je opa. Ja, mijn opa was goochelen. Vond ik ook, hè? Ja, die was namelijk door de bliksem getroffen ook. Drie keer, hè? Drie keer. En dan word je goochelaar. En dan heb je geen andere kans meer, dan kun je een normale baan weer krijgen. En mijn opa, die... Ik heb een foto van hem, heb ik altijd bij me, trouwens. En mijn fietssleutel. Heb ik altijd bij me. Leuk, hè? En mijn opa, die zat heel graag op zijn fiets altijd. Ja, toen was de tijd van de auto's natuurlijk ook niet zo, moet ik erbij zeggen. En het leuke was, hij had altijd een kaart in zijn zak. Kun je zien? Echt? Die lijkt nog een beetje op jou, vind ik. Ja, lijkt hij mij? Ja. Oké. Hij had altijd een kaart in zijn zak. Kun je ook zien hier. Ik zal het laten liggen, ik kan een beetje inzoomen. Altijd de kaart in zijn zak, zie. Duidelijk te zien, ja. Maar de kaart staat achterstevoren. Dus niemand wist eigenlijk welke kaart dat was. Dat was eigenlijk een verrassing voor iedereen. We hebben ook een spel kaarten, zie. Zou jij de spelkaart even willen pakken? Wacht, dit klit hangen in beeld. Ja, hier heeft een beeld. Okay. Doosje even open willen maken. Even uit willen halen. Kijk. Het zijn allemaal normale kaarten. Weet je wat, Leon? Je mag ergens met je vinger een kaart gewoon ergens met je aantikken. Waar je zelf wil. Tik. Tik. Heel eerlijk, tik. Ik wil hem niet zien. Ik zal hem even bij de camera laten zien. Heb je gezien? Ik heb hem gezien, de camera ook. Ja, camera ook. Ik weet niet wat ik de laatste tijd met kaarten doe, maar... Ik kom door dat ik niet kijk waarschijnlijk. Okay. Ik weet niet welke kaart dat je gekozen hebt. Mijn opa die wist dat vroeger precies. Die wist precies welke kaarten mensen gekozen hadden. En dan zei hij, ik wist wie jij gekozen had. Dan zeiden mensen, een kaart. En dan zei hij, nam hij uit zijn zakje de kaart. Mijn opa leeft niet meer. Ik heb alleen zijn foto nog. Ja, de foto die kun je natuurlijk niet veranderen. Die zit gewoon met de rugzijde naar mensen toe. Tenzij je goochelaar bent, dan doe je dit. Ik zou je de foto nog willen bekijken. Welke kaart heb jij gekozen? Klaverkoning. Klaverkoning. Ik vind het toch echt op jouw lijntje, hoor. Kijk, er zit één kaart in zijn borstzakje. Ik zal kijken hoe het met licht zit. Ik zie het een beetje schitteren. Zie. Er zit in ieder geval echt in het borstzakje. Hij zit echt in het borstzakje. Hij zit er echt onder, achterin. Nou, dit is Peter Eggings Ghost Tag, die we jaren geleden verkochten. Maar de pro-versie van Mark Mason. En wat is het verschil? Het verschil is de sleutel die je erbij krijgt. In plaats van dat je een extra gimmick had die je moest wegstelen, toevoegen, op moest letten dat je die niet kwijtraakte, is er nu de sleutel bij. En dat is veel beter. De truc is, komt beter tot z'n recht als je hem staand vertoont, zeker bij. Dan zijn alle handelingen verantwoord. Nu heb ik een tafel. Normaal als je alles in je handen hebt, heb je een reden om even wat bijvoorbeeld over te pakken en om de kaarten te pakken. Nu heb ik een tafel, dus dat is niet helemaal logisch. Maar het is staand nog beter. Prijs ook heel strak, €49,50. Heel compleet, kant en klaar. Ja, super makkelijk te doen ook. GoStack Pro. Inclusief instructievideo en alles wat je nodig hebt. Ja. Goed gedaan, Peter Egging. Opa ook. Dat was wat we wilden laten zien. Nu zaterdag. Met de GND.
18 november, ik ben even datum denken. Ja, sta ik op de Magic Hand Day, alleen ons in de winkel. Ik ben op de Magic Hand Day in België. Dus mocht je daar nog niks van weten en daar wel heen willen gaan, check even op onze site via de link. In Aartselaar is het. Ben je van harte welkom natuurlijk. Leuke dag met lezingen, met 's avonds een show en alles erop en eraan. Dus daar is al de moeite om daarheen te rijden. En verder, 13 januari. 13 januari is de Magic Carousel van Leo Smetsers. De gezellige goocheldag in Brabant. Vorig jaar waren we er ook. Mooie locatie. Superleuke locatie. Gezellige locatie. Brabant. Lekker eten, lekker drinken. Gezellig met z'n allen bij elkaar. Dave Loosley was er. Peter Nadi. Ja. En nog iemand was er. Gunter is er ook. Gunter ook, ja, aan de avondshow. Maar er zijn ook lezingen en alles. Dus een hele gezellige dag. Er zijn voor overdag nog plaatsen. Zover wij weten is de avond, dacht ik, vol. En voor de overdag, de goocheldag, zeg maar, voor goochelaars waar geheimen worden uitgelegd. En workshops zijn, is er nog plek. S'morgens heb je dus de lezingen. En s'middags leer je dus van die persoon dus om een truc. Ja. Dus zo wordt het. Ja, dus dan krijg je de magische carousel. Ga je roleren om dingetjes te leren, zeg maar. Neem contact op met Leo Smetsers. Weet je niet hoe dat moet? Dan ga even naar de Facebookpagina van Leo Smetsers. En daar stuur je me gewoon een berichtje. En dan zie je ook meer informatie. De affiches staan van de Magic Carousel op 13 januari. Wij zijn er ook met de stand. Leon? Dat was hij, denk ik. Dat was hem. Tot de volgende. Doei.